Hallo allemaal, ik ben hier op mijn kantoor in Straatsburg in het Europese parlement. Ik heb een mail gekregen van meneer Postnus van Noordwijk College, eigenlijk van jullie klas dus, met de vraag: wat is er nou eigenlijk besloten over mest? Nou, er is een nieuwe meststoffingverordening gekomen, zoals we dat met een lang woord noemen. En de oude, dat ging eigenlijk alleen maar over kunstmesten. En wat nu nieuw is, dat het niet alleen over kunstmest gaat, maar dat je ook reststromen, plantenresten, compost, maar ook bijvoorbeeld dierlijke mest mag gebruiken als een grondstof, om daar de nutriënten uit te halen en daar dus meststof voor te maken. Nou, wat is daar zo goed aan? Ja, dat we eigenlijk de kringloop kunnen sluiten, dat we de mestkringloop kunnen sluiten. En dat we de meststoffen die we in Europa hebben, ja, beter kunnen gebruiken en beter verwaren. En voor Nederland kan dat een hele belangrijke zijn. Want in Nederland hebben we heel veel dierlijke mest. En sommige boeren hebben zelfs zoveel dierlijke mest dat ze het niet allemaal op hun eigen land mogen gaan gebruiken. Door de gebruikstof van dierlijke mest. Maar ze mogen wel extra kunstmest aanvoeren. Dus dan krijg je de gekke situatie dat de boer zijn eigen mest, zijn eigen dierlijke mest moet afvoeren. Maar nog wel kunstmest aan kan kopen om aan de gewasbehoefte of aan de bemestingsbehoefte te voldoen van hun gewas. Of je doet het Nederland breed. Nederland die exporteert dierlijke mest, maar koopt tonnen en tonnen kunstmest aan. Ja, dat is natuurlijk heel gek. Wij kunnen die dierlijke mest veel beter gebruiken. Nou, in dit voorstel is het dus mogelijk om die nutriënten uit die dierlijke mest te halen en daar een kunstmest voor te maken of een kunstmestvervanger voor te maken. Maar er moet er nog wel één ding gebeuren en dat is misschien wat lastig, maar dat zit nu in dit akkoord dat dat aangepakt moet worden. En dat is de definitie van dierlijke mest. Want nu betekent dierlijke mest de uitwerpsel van dieren, zelfs in verwerkte of bewerkte vorm. Dus met andere woorden, als wij nutriënten uit dierlijke mest halen en dat zuiveren en daar een kunstmestvervanger voor zouden maken, dan nog zou dat vallen onder dierlijke mest. Dan nog zou dat product dierlijke mest heten. En mag je het niet boven de gebruiksnorm voor dierlijke mest gebruiken op je land. Dus dan heeft een boer er eigenlijk niks aan. Dan nog moeten die producten afgevoerd worden van het bedrijf en mag je boven die gebruiksnorm voor dierlijke mest kunstmest maken. Nu is er een werkgroep ingesteld om die definitie van dierlijke mest aan te passen. Dat ze zeggen van, oké, inderdaad, onbewerkte mest is dierlijke mest, maar als je het op een bepaalde manier bewerkt en verwerkt, dat het eigenlijk lijkt op kunstmest, dat het geen dierlijke mest meer heet. En dat zou heel belangrijk zijn voor Nederland, bijvoorbeeld mineralenconcentraten of andere kunstmestvervangers die gemaakt zijn uit dierlijke mest door de boeren inderdaad gebruikt kunnen worden. Dat is één. Twee, wat een belangrijk onderdeel is van deze wetgeving, dat als er zijn criteria en als een meststof, bijvoorbeeld een mineralenconcentraat of een andere organische meststof, voldoet aan de criteria van deze wetgeving, dan krijgt het een CE-keurmerk. En een CE-keurmerk vinden we op monitors, op televisies, ook op je smartphone en noem het allemaal maar op. En dat betekent dat als het een CE-keurmerk heeft, dat het vrij verhandeld mag worden in de Europese Unie. Nou, en dat zou betekenen dus dat die mestproducten, als die een CE-keurmerk hebben, ook vrij verhandeld mogen worden in de Europese Unie. En dat je er geen last van hebt dat ze bijvoorbeeld aan de Duits-Nederlandse grens tegengehouden worden. En dat gebeurt voor dierlijke mest soms nog wel. En wat is daar weer het voordeel van? Nou, in sommige delen van de Europese Unie is er een schreeuwend tekort aan bijvoorbeeld fosfaat. Nou, jullie weten allemaal, in Nederland hebben we genoeg fosfaat. Nou, dan zou op die manier we de kringloop niet regionaal rond kunnen zetten en niet de kringloop nationaal rond kunnen zetten in Nederland. Want met deze wetgeving kunnen we de kringloop in de Europese Unie rondzetten. Dus die gebieden waar ze tekort hebben, ja, kunnen we opvullen met gebieden waar we te veel hebben. Bijvoorbeeld Nederlandse mest. Dus wat betekent dat uiteindelijk? En beter voor het milieu, want we kunnen de kringloop rondzetten. Dat is goed voor de kringlooplandbouw. Beter voor klimaat, want we besparen kunstmest uit. En bij de productie van kunstmest gebruiken we heel veel CO2. En als het goed is, is het ook nog beter voor de kostprijs van de boer. Omdat hij veel meer zijn eigen mest kan benutten in plaats van extra kunstmest aan te kopen. En het is nog goed voor het imago, dus wat wil je nog meer? Dus ik ben hier heel blij mee. Ik heb hier hard aan gewerkt. En dit is echt een doorbraak. En ja, ik hoop ook dat diegenen die thuis een bedrijf hebben, daar over een paar jaar de voordelen van hebben. Ik hoop dat jullie het begrijpen. Als jullie nog vragen hebben, laat me weten, dan heb ik het niet goed uitgelegd. Dus jullie kunnen me altijd e-mailen of bellen. En verder wens ik jullie heel veel succes met jullie studie. En ik hoop dat jullie allemaal in de agrarische sector werkzaam blijven, want jullie zijn keihard nodig voor de Nederlandse landbouw.